Ik ben Conor Rousseau, 26 jaar, uit sint niklaas Ik ben voor de eerste keer verkozen in dit parlement en ik ben ook verkozen tot fractieleider van de SPA-fractie. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Omdat mij een uh, uitermate kans leek om, uh, om toch het verschil te maken meer dan dat we al doen. Als gewone burger, ik, uh, ik organiseer al een tijdje kampen voor uh, kinderen uit de bijzondere jeugdzorg en andere kinderen ook. Je kunt natuurlijk heel lang van aan de zijkant uh, opinies aanschrijven schrijven en je best doen. Wat ook heel belangrijk is, natuurlijk, dat die mensen die niet in de politiek stappen, dat ook allemaal maar blijven doen. Maar voor mij leek het het juiste moment om, uh, om hier in het Vlaams parlement, als het dan gaat over, over welzijn en zorg, um, toch een klein verschil te proberen maken. Ja. Sinds uh, ik aangeduid werd als, als lijsttrekker uh, gaat het steeds harder en harder. Uh, in het begin, toen het congres dat goedkeurde, um, had ik, zat ik wel wat met stress. Ik denk dat dat ook normaal is. Um, er ging een nieuwe wereld open voor mij, of toch. Uh, een nieuwe hoedanigheid. Maar ik heb eigenlijk alles gegeven. Ik heb nog een knop omgedraaid. Um, we hebben mijn hele grote ploeg ook. Hè. We doen dat niet alleen. We um, hebben heel veel mensen die mij gesteund hebben. Heel veel mensen bezocht. Markten, huisbezoeken. Heel veel online aanwezig geweest ook. Social media, Facebook, Instagram, noem maar op. Uh, we hebben ons vooral ook geamuseerd. Met inhoud gekomen. En um, ik vond het uh, heel plezant. En uh, ik ben blij dat ik die kans gekregen heb. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ik uh, ben opgestaan. Ik, uh, ik was eigenlijk heel vroeg wakker al, want uh, ik zat met, met wel gezonde stress. Dus ik heb niet zoveel geslapen die nacht. Uh, heel vlug gegeten en dan gaan stemmen. Toen ik het stemmen was, moest ik uh, een aantal interviews geven. Al VRT was daar, uh, de lokale journalisten waren daar. En dan ben ik, uh, um, we hadden een scoutsgroep die had me via Instagram gevraagd of ik uh, toch niet uh, wat reclame wil maken voor een car wash en wat langskomen. Ik ben dan, uh, met mijn auto naar de car was gegaan. Dat was eigenlijk wel goed, want dan was ik niet te veel met politiek bezig. Um, en dan om twee uur moest ik hier dan in het Vlaams parlement zijn uh, voor VTM Live. En dus eigenlijk vanaf twee uur is het de hele altijd pers geweest. Uh, uitslagen opvolgen op, uh, op Partijhoofdkwartier. En, um, dat was best wel spannend, het, 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 uh, het kutten aan, aan zo'n een, een uitslag of zo'n dag. Is dat je het eigenlijk een beetje kunt vergelijken met een examen op NUNIF of een examen op school, waarbij dat je vraag per vraag de resultaten krijgt. En eigenlijk heb ik veel liever gewoon dat je weet: zij weer door of zij weer niet door, wat is een uitslag. Maar je ziet zoiets een cijfer omhoog, een cijfer omlaag. En, en uh, ja, dat vond ik wel. Uh, dat was minder, zeg maar. Dat maakt het extra stresserend. Ja. Bent u tevreden met het resultaat? minder positief dan dat we verwacht hadden. Uh, we wisten ook wel dat we geen 30% gingen halen, maar we hadden wel op meer gehoopt dan dat we geëindigd zijn. Uh, en een beetje dubbel ook. Hè? Want uh, ik had zelf echt wel een goede uitslag. Ik was daar content mee. Ik had uh, de, de lat op 15.000 gelegd. Ik zat op 17.500 ongeveer. Dus je zit daar boven, uh, dan ben je content. Uh, je zit 26 en je wordt verkozen in het Vlaams parlement, dus je zegt content. Maar natuurlijk ja, overheerst dan toch wel uh, die avond uh, een minder gevoel omdat je met een hele grote groep mensen heel hard gewerkt hebt aan, aan, aan een project. En uh, het, voel, het voelde er een beetje aan alsof of, of dat we niet geslaagd waren voor een examen of, of voor een test of zo. En, uh, dus ik ben niet gaan slapen met een blij gevoel eigenlijk. Uh, ik was vooral uh, teleurgesteld, maar daarvoor niet minder strijdvaardig. Uh, als het harder waait, moet je harder trappen. En dat gaan we doen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, het gaat niet makkelijk zijn. We zijn met zeven partijen in, uh, in, in dit parlement. Wij uh, zijn de op één na kleinste fractie. Maar we hebben wel ook wat nieuwe mensen in onze fractie. Er zijn heel veel nieuwe mensen in heel het parlement, heb ik vernomen. Dus ik hoop uh, dat we uh, een nieuw Vlaams parlement kunnen, uh, kunnen zijn. Daarmee bedoel ik... Ja, ik vind zelf of ik vond zelf dat het hier nogal saai was soms, terwijl we hier heel interessante bevoegdheden hebben. Het is niet dat de materie hier saai is, maar het is de manier van debatteren. Um, als je kijkt naar de Kamer heb je daar soms toch wel... Uh meer, ja, meer uh, drama, zeg maar. En, en politiek mag geen circus worden, hè, maar er mag, wel, uh, ja, er mag wel emotie zijn, er mag, uh, er mag woord gevoerd worden, zeg maar. er mogen hevige, debat, hevige debatten zijn. En ik hoop ook dat we hier in het Vlaams Parlement zo toch iets geheviger gaan debatteren, uh, veel aanwezig gaan zijn allemaal. Hè. Hoe, meer, hoe meer ziel, hoe meer vreugd natuurlijk. En ook voor, voor ons, voor mijn partij, dat we op een constructieve manier niet. Uh, tegen zijn om tegen te zijn, maar dat we wel um, dat we toch op een aantal domeinen, of, of zo niet op alle domeinen, heel duidelijk en heel scherp uit de hoek gaan moeten komen. Uh, maar altijd uh, met een positief doel, uh, met iets positiefs als doel, zeg maar. Ja, um, ja ik ben jong en, en ja, het is nieuw, maar ik denk ook wel dat de mensen, uh, wie zijn weer de mensen, maar dat toch een grote groep mensen um, wel eens iets anders wil. En, uh, en laat dat dan hetgeen zijn dat je met mij wel gaat hebben, is ik ga hier niet, uh, um, ja, Proberen de, 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 de brave politiek, zeg maar, of, de, of de grijze politiek, die hier toch wel voor een deel uh, gevoerd is geweest, in heel het politiek landschap in België, we gaan proberen terug uh, wat bruisende frisrang te krijgen. Hè. En uh, ik ga dat niet alleen doen, we zijn een hele uh, sterke fractie, een dertienkoppige fractie, uh, waarbij dat we stuk voor stuk uh, hoofdrols, hoofd, uh, hoofdrolspeler gaan zijn in, in onze eigen film. En, uh, en samen uh, uh, ja, hier, uh, hier ons best gaan doen om ja, toch progressief. Positief Vlaanderen een stem te geven in het parlement, maar op een andere manier. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, nee. Dus ik werkte voor de partij achter de schermen. En nu werk ik tijd voor de schermen. Ik zie ook heel moeilijk in. Ik ben na de verkiezing na de, verkiezing nog maar wein, na de verkiezing heb ik nog maar weinig tijd gehad om, uh, om iets anders te doen eigenlijk. Uh, ik, ik heb ook geen, geen reis gepland van de zomer, omdat ik als fractieleider mij wel, wel, wel wil voorbereiden. Ook goed. Uh, dus ik organiseer nog altijd wel wat die kampen. Uh, ik, ik, ik sta niet meer zelf voor, voor een groep kinderen of zo, maar ik coördineer het nog een beetje. Ik organiseer een festival. Uh, dat zijn mijn twee hobby's die ik graag zo lang mogelijk wil blijven doen. Omdat je ermee ook echt wel met je voeten in de samenleving staat. In vrijwilligers en, en, uh, en uh, in die jeugdvereniging. En tussen uh, ja, zelfstandige ondernemers die, die een festival willen organiseren. Maar een, een echte job. Daarnaast combineren. Uh, het zal uh, druk genoeg zijn uh, als fractieleider. Alleen, dat uh, ben ik zeker van. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Uh, ik ben altijd single, dus dat zal er misschien ook wel iets mee te maken hebben. Uh, uh, daar moeten we ook werk van maken. Maar um, ja, er is weinig vrije tijd, er is weinig privéleven. Uh, is het ook al omdat wat je nu privé gaat doen, voor een deel ook publiek zal worden? Um, ik kies blijkbaar niet meer hoe ik praat op mijn Instagram, want daar hebben dan mensen ook commentaar op. Uh, ik denk dan, ja, dan moeten wij niet volgen. Ik ga wel op mijn eigen kanalen blijven communiceren zoals ik zelf wil. Ik ben nog niet zo super bekend, uh, vooral duidelijkheid. Uh, dus uh, het is niet extreem, maar ik verschiet er soms wel van dat mensen mij herkennen, zeker jonge mensen, uh, die mij dan aanspreken. Uh, ik kan misschien uh, Eerlijk toegeven, we zijn vorige week zelfs nog eh, na een vergadering van ons festival in Overpoort beland. Ik ben daar eigenlijk al iets oud voor, maar we zijn daar met, met een aantal vrienden beland. En toen kwamen er toch wel een aantal eh, studenten, denk ik dan, uh, selfies vragen. En dat is toch de eerste keer dat ik dat had, dat ik tijdens het uitgaan uh, ja, selfies moest, moest doen. Ik vond dat heel tof ze trouwens, dat was heel positief. Dus ik vind dat ook tof als je positief erkend wordt. Uh, maar dat is een dubbel gevoel. Langs de ene kant vond ik dat leuk, hè, want ja, je, je doet dan politiek om, om vooruit te gaan. En als je herkend wordt, wil dat, ja, dat zeggen dat je, dat je boodschap of, of je persoon um, ja, dat dat breder gaat dan alleen maar je eigen kring. Maar aan de andere kant was het ook wel een reality check van uh, je doet hier niet meer wat je wilt hè, in Overpoort. Of je gaat hier zomaar niet meer uit zonder herkend te worden. Dus je uh, uh, moet altijd een beetje op je tellen passen vanaf nu. Uh, en dat zal ook een opdracht zijn, denk ik. Waarop mag de kiezer u binnen vijf jaar afrekenen? Um, het klinkt cliché, maar dat ik mijzelf gebleven ben. Uh, dus ik, uh, ik wil op een andere manier aan politiek doen. Um, ja, niet, niet alles weggooien wat goed is, maar op een, op een luchtiger manier, laagdrempelig. Zo stiekem ik elke dag bijna een uur uh, van mijn tijd in mensen antwoorden op Instagram op Facebook, omdat ik echt zoveel mogelijk momenteel nog wil. Uh, ik ja, wil tonen dat wat mensen die voor mij gestemd hebben, of zelfs mensen die niet voor mij gestemd hebben, uh, dat ik zoveel mogelijk van hetgeen hier gaat gebeuren, dat ik dat kan vertalen op sociale media, maar ook op de markt in Sint-Niklaas of in Overpoort in Gent, maar op, overal waar, waar ik kom, wil ik dat vertalen en vooral op een, de taal van, van het volk spreken en niet de taal van het parlement spreken. Dat is één. En vooral ook ja, dat, ik, uh, dat ik hier een aantal dingen heb kunnen verwezenlijken. En ik denk dan vooral aan zorg, uh, seniorenzorg, maar ook jeugdzorg. Dat zijn een aantal zaken die mij heel na aan het hart liggen. Dat is de reden waarom ik in de politiek wil. Um, en dus ja, dan is de cirkel rond. Als je, waarom dat je in de politiek stapt, als je aan die dingen niets kunt doen, uh, ja, dan, uh, dan is het de moeite waard om een aantal opofferingen te maken en, uh, en, uh, ja, en dit te doen. En dus uh, reken we daar maar op af.